Als ik kijk naar hoe de nieuwe opdrachtgevers werken en de rol daarin van opdrachtgevers zelf, vind ik persoonlijk interessant dat opdrachtgevers ook een hele kleine groep kunnen zijn. Een minderheid die minderheden niet in de etnische betekenis van het woord, maar een klein groepje letterlijk in een grotere gemeenschap die een eigen stem willen laten horen en eigenlijk een democratisch recht opeisen om ergens aanwezig te zijn. En dat zij daarvoor proberen met jullie dan in samenwerking bijvoorbeeld een kunstwerk te realiseren. Ook dit proces is weer een democratisch proces, denk ik. Dus we proberen argumenten neer te zetten, discussiëren waarom ook zij, ook al zijn ze maar met 5 op een bevolking van 1000, daar iets mogen neerpoten. Dat is voor mij een cruciaal mechanisme in democratische processen. En ik denk dat daarin de betrokkenheid van die opdrachtgevers en alweer ook in het leren formuleren van argumenten in dat proces een cruciaal onderdeel is van jullie werking.